Het Surinaams wetboek van koophandel is gewijzigd. De Nationale Assemblee keurde gisteren met algemene 28 stemmen de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams wetboek van koophandel goed. Het ging om een initiatiefvoorstel ingediend door de parlementariërs Jenny Simons, Melvin Bouva, Naomi Samidin en Wendel Assadang. De wijziging moet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker zaken kunnen doen in Suriname. Mede-initiatiefnemer Bouva hoopt dat de nieuwe wet voor meer ondernemers, bedrijven en investeringen zal zorgen, waardoor de broodnodige deviezen kunnen worden verdiend. De goedkeuring van de wet kreeg geen kamerbrede ondersteuning, zoals Bouva had gehoopt. De totale oppositie was namelijk afwezig bij de stemming. Dat viel niet in goede aarde bij de vicevoorzitter. We hebben onze mond vol om het ondernemersklimaat te bevorderen en om zaken te doen en om internationaal op de internationale ranking op te klimmen. Ease of doing business. Investeren in Suriname moet mogelijk zijn, want we moeten produceren om meer te verdienen. Maar helaas, voorzitter, we zien dat mensen onvoldoende, en zeker mijn collega, die een reden heeft gezocht om weg te sluipen met zijn mensen, voorzitter, onvoldoende besef hebben gehad hoe belangrijk het is. Want ik ga hier geen discussie voeren over het wel of niet terugroepen. We zijn geen rechters, de zaken liggen daar. Maar dit is een drogreden, voorzitter, om het belangrijk werk dat we hier hebben te verzaken. Het ligt ook in de bedoeling dat Suriname met het gewijzigde wetboek van koophandel stijgt op de wereldranglijst van zaken doen. Onnodige en overbodige regels om te komen tot de oprichting van een NV worden geschrapt in de nieuwe wet. Verder is de aansprakelijkheid verscherpt, terwijl de crediteuren beter worden beschermd. Volgens HI-minister Sigrid Burleson is de wijziging van het wetboek van koophandel de eerste van de vele stappen die gezet zullen worden om het investeringsklimaat in Suriname te verbeteren. Ze is heel blij dat het parlement een bijdrage heeft willen leveren, omdat het ondernemers zijn die de economie vooruit moeten duwen. Hoe meer wij ze kunnen faciliteren, hoe makkelijker en gemotiveerder zij aan het werk kunnen gaan, met als gevolg meer economische groei, meer werkgelegenheid en meer export. Het zijn geen modewoorden om ondernemers te faciliteren. Het betekent echt een verbetering en hopelijk dan een spin-off naar nieuwe ondernemers toe, die wij graag in grote getallen zich willen zien aanmelden. Het ministerie zal zeker doorgaan. Wij hebben ook de support van het ministerie van Arbeid wanneer het gaat om eigenlijk een andere initiatiefwet. Dat is de wet op de coöperatieve vereniging, waarvan we hopen dat die door een vereenvoudiging van het opzetten van een coöperatieve vereniging, dat meer ondernemers ook in die vorm zullen kunnen ondernemen. En we hopen dat wanneer wij de andere wetten, zij het als initiatiefwet met u samen of als via de RVM en de staatsraad aanbieden aan de DNA, dat het niet wordt gezien als een heleboel wetten zonder meer, maar dat het wordt gezien als een pakket van facilitering van ondernemingen en dat de coherentie daar binnen bestaat, waardoor we eigenlijk in dezelfde richting werken. Minister Sigrid Burleson van Handel en Industrie. Ze sprak gisteren in het parlement na de aanname van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams wetboek van koophandel.